zelfzekerder geworden. Ik doe elke dag waar ik van heb gedroomd, altijd. Ja, gewoon lekker muziek maken en daar gewoon elke dag mee bezig zijn en daarmee je boterham verdienen. Nou, zonder Starmaker had ik waarschijnlijk nu in de kroeg gezeten. Adieu, doei! Doei! Dag naar huis! See ya! Doei! Stefan, je platina plaats. Ja, die van mij is nog steeds niet. Doei! Tot nooit weer! Nou, dat was het! We're leaving the fucking place! Ja, de fik erin? Jeetje! Symbolisch. Let's go, let's go! Doei, doei, kerk. Ja, dat zakt. Oké, ik ben naar de campus, ben ik niet op vakantie gegaan. Ik ben gewoon naar huis gegaan en lekker weer genoten van mijn eigen bed en het eten van mijn moeder. En jij, Stefan? Nou, ik ben veel bij mijn vriendin geweest natuurlijk, want ik die ook gemist heb de afgelopen die 3 maanden. Nou. Hoe is het? Hoe vind je nou dat je vriendje bekend is? Gewoon? Gewoon? Ja. Vind je het gewoon? Ik vind het gewoon. Maar je bent niet minder van me gaan houden? Nee. Nog niet. Nog niet? Dat is wel gek. En verder heb ik alleen maar gewoon een beetje niks gedaan, een beetje muziek gemaakt zoals ik altijd doe. Veel gerepeteerd met mijn oude band. En dat was het eigenlijk. Het eerste wat ik deed toen ik thuis kwam, een beetje buurt uitstellen. Ik wil het uitstellen. Het was een beetje buurt overal. En ook naar nou, vriend van mij geweest, was zwaar geworden. Annemarijn heet het, hè? En het is een zwaan, geen ooievaar. Het heet namelijk zwaan van ik. Kijk, een lief kindje. Lief, maar ze is het niet hoor. En voor de rest, in de kroeg geweest eventjes. En gewoon iedereen weer. Iedereen weer gezien. We staan nu voor de jaren 50, 60 tip. De Caddies heet het, mag ik niet zeggen, maar ik doe het toch. Dan gaan we een pilsje drinken daar. Prima. Mooi. Ik ben gelijk de dag dat we eruit gingen, gingen we eerst in een hotel slapen in Amsterdam. En toen ben ik gelijk gaan shoppen. Dat had ik al 3 maanden niet echt gedaan. En ik heb heel erg gezellig gehad. Iedereen weer gezien, ik had iedereen heel erg gemist. Maar we zijn nu terug.
We zijn aan Bridget Jones Diary geweest. En dat was echt heel top. Echt een mooie cd ook. Die ga ik kopen. Het is nu? 5 over 6. 10 over 6. 10 over 6. Zo. En de on. En we liggen lekker in ons bedje die net hier van de tram beneden is gekomen. Ging niet helemaal goed, maar het is toch gelukt. En de meiden hebben honger. En je wilt filmen, hè? Niet met je handen in je zak. Hoe vind je het om weer thuis te zijn? Zeg maar echt gewoon thuis weer met je ouders en die bepalen weer wat je doet en zo. Nee, het is inderdaad wel wennen, want... Ja. Mijn ouders kunnen nu opeens voor alles zeggen van ja, dat mag wel en dat mag niet. Je kamer zit nu echt recht voor je gezicht. Ja, dat komt omdat jij ook voor je gezicht hebt. En in de campus was je altijd met z'n zevenen was je gewoon dingen doen die we allemaal samen moesten doen. En nu is het toch wat anders. Ik heb een heel ander leventje gekregen. Het lijkt gewoon alsof je van de een op de andere dag in heel Nederland bekend bent. En dat vind ik een beetje vreemd. Maar ik vind het wel leuk. Ik ben gisteren naar de basisschool geweest. Zelfs de kindjes van groep 1 tot 4 van de Supergirl mee. Het is lekker vrij. Ik bedoel, we hebben geen, ja, weinig tot geen last. Van, ja, of last, dat is last, maar ja, lekker toch. Stefan, hoe is het nu? Nee, we hebben geen last van mensen die aan de deur komen of zo. Ik bedoel, in het begin was dat wel een beetje zo, maar nu niet meer. Spreek voor jezelf. Spreek voor jezelf. Ja, ik heb er geen last van, maar er staan wel elke dag mensen aan de deur. Je zit er. Ja, nou is vakantietijd, dus dan staan er. Ja, als, normaal was het als de scholen uit waren, dan stonden ze mij aan de deur. Maar nu is het gewoon de hele dag.